Rood-witte vlaggen wapperen op de Domtoren. En voor het stadhuis lijkt het wel een showroom voor peperdure auto's. De raadzaal zit propvol met bekende en minder bekende grootheden uit de Utrechtse politieke geschiedenis. En dat allemaal voor Jan van Zanen, de nieuwe burgemeester van Utrecht, die zich in zijn speech direct bescheiden opstelt. Ik ben geen tovenaar. Ik breek geen ijzer met handen, ben niet zonder fouten, niet waar Marjan, en verricht geen wonderen. In een lokale democratie bent u het leden van de raad, mevrouw en heren wethouders, die in eerste instantie de partijpolitieke richting bepalen. Gebaseerd op de verhoudingen en kleuren die de Utrechtse kiezers hebben gekozen. Even daarvoor heeft Van Zanen officieel getekend voor het burgemeesterschap en het ambtsketen van de stad omgehangen gekregen. En laat de VVD'er en oud-wethouder in zijn speech meteen zien dat hij de stad niet uit het oog is verloren toen hij de afgelopen jaren in Amstelveen burgemeester was. Hij lijkt van alles op de hoogte. Nodig, want Van Zanen wil de harten van de Utrechters veroveren. Een burgervader die zijn schouder zet onder het burgemeesterschap, maar u die schouder ook aanbiedt om op te steunen en op te huilen. Een burgervader voor wie het bovendien een eer is een verdiend schouderklopje aan u uit te delen als verdienstelijk burger van Utrecht. Ook Aleid Wolfsen krijgt een plek in Van Zanens maidenspeech. De start van de Tour de France volgend jaar is iets waar hij naar uitkijkt, maar waarvoor oud-burgemeester Wolfsen duidelijk de credits krijgt. Aleid, bedankt. De nieuwe burgemeester is vandaag vooral te vinden bij verschillende recepties. Het zijn volgens hem de plichtplegingen die er nu eenmaal bij horen. Maar vanaf morgen dompel ik mij onder in de stad. Probeer ik door te dringen tot in de haarvaten van Utrecht. De haarvaten van de stad van mijn dromen. Dank u wel. Ik verheug me op onze samenwerking.